voor de komst te staan. Waar je als ze nog terugkomen, wie weet. We gaan eerst even kijken hier naar het 2, 4, 6, 8, 10 van Molly Meijers. Molly Meijers dus neemt deze training mee naar huis uit het verre Eerstelijke. Toegang, nog twee ronden. En dit keer wordt de premie hier in de wacht gesleept door het nummer 30 van Laura de Dekker. Zij neemt de premie mee naar huis en nog twee ronden wedstrijd. Laatste ronde. De speciale titel zal uitgereikt worden. En het wordt, want alles al dit, het wordt, ja. En elke geval is de overwinning. De overwinnares, geef haar een applaus, Molly Meijers. Johnny Meijers. En uiteraard graag naar uw applaus, sportmannen. Op de tweede plaats, Naika Dunne. En de heer Prinsie die de medaille overhandigt. Naika Dunne van het Lotto Cycling Team krijgt ook een medaille overhandigd door de heer Prinsie, voorzitter van de sportcommissie. En zij mag plaatsnemen op het tweede schavotje. En uiteraard, sportmannen, graag uw applaus voor Harry Dunne, de nieuwe provinciale kampioene. Naast de provinciale titel tijdrijden, 14 dagen of 3 weken geleden te redden voor de nu ook de provinciale titel op de weg. Zij krijgt uiteraard de trui omhoord door de provinciale voorzitter, de heer Van den Broeke. Gunst, de heer Van der Gunst uiteraard, ja. En mevrouw Van Elstander overhandigt dan ook ook nog wat bloemen. En ook het Les Kasteelbier uiteraard. Woe, Marie! En graag nog maar zo'n applaus dus voor het podium. Jolly Mayo, Naika Dunne en Valerie de Wey. Thank you.